Alex Pastoor, 3-0. Dat zijn de cijfers waarmee Almere City vandaag Excelsior wegspeelt. Als ik dat zeg, ben je dat dan met me eens? Dat het wegspelen was bij Vlagen? Nou, in de tweede helft hadden we het natuurlijk nog veel beter onder controle dan in de eerste helft. En wegspelen, dat vind ik wel een heel groot woord. Maar als je controle hebt en heel dominant wordt aan de bal en met 3-0 eigenlijk nog aan de zuinige kant zit van wat het had kunnen zijn, dan niet elke bal kan erin. Maar het geeft wel aan dat we op de goede weg zijn. Ja, om de wedstrijd dus chronologisch beter te pakken. Die eerste helft zijn jullie ook wel beter, dominanter, maar resulteert dat in een stuk minder kansen. Hoe heb jij dat gezien in die eerste helft? Waar lag dat aan? Nou, ik denk dat in de eerste helft de ploegen redelijk aan elkaar gewaagd waren. Dat het niveau elkaar niet zoveel ontliep. Ik vond dat we een redelijke controle hadden, nog niet supergoed. En ik vond ook wel dat we aanvallend iets gevaarlijker waren. Maar dat het dan op dat moment gelijk staat en nog zonder doelpunten, dat was wel conform het spelbeeld volgens mij. Ja. En uiteindelijk lopen jullie dan heel snel uit. Voelt het dan ook op een gegeven moment alsof de wedstrijd gespeeld is? Wanneer heb je dat idee? Nou, met 2-0 heb ik dat sowieso nooit. En ik moet zeggen dat je in de loop van zo'n tweede helft wel steeds minder hoeft te coachen en hoeft te helpen. Want de jongens die krijgen zoveel vertrouwen in de manier van spelen, dat eigenlijk elke beslissing die ze nemen vrij goed is. En dat levert gewoon op dat we aan de achterkant weinig tot niets weggeven. En aan de voorkant doorlopend gevaarlijk zijn. Zo wil je het voor elkaar hebben als trainer. Ja, dat gevaar blijkt ook wel. Eigenlijk de hele voorhoede is vandaag belangrijk. Jeffrey Puriel, Lens Duivenstein en Ilias al afscoren. Maarten Pauls heeft een aantal belangrijke acties. Ja. Dat moet heel fijn zijn en heel veel vertrouwen geven ook voor jou als trainer. Als je die op kan stellen elke week. Nou ja, precies dat. Ik vind het goed dat je die vier noemt. Want kijk, dat die organisatie zo goed staat, dat levert een heel degelijk defensief fundament op. En dan kunnen de jongens vooraan hun creativiteit de vrije loop laten. En dat doen ze enorm goed. En Jeffrey, Ilias en Lens, dat zijn echt creatieve spelers met snelheid, met een actie en inderdaad met een goal die ze elkaar ook nog gunnen. En ik vind dat Maarten Pauwels en later ook Jonas, maar laten we even bij Maarten houden, een hele goede rol speelde in de tweede helft in het simpel spelen, maar zeer efficiënt. Dus steeds die jongens maar weer in stelling brengen, dat is echt heel sterk. Ja, je zegt dat levert ook een defensief fundament op. Kun je uitleggen hoe dat doorwerkt in zo'n elftal? Geeft dat een bepaalde rust? Ja, dat geeft rust. Dus als je controle hebt, dat is één. En vaak, de tegenstander schiet niet zo vaak op jouw doel. Nou, dat gegeven op zich, dat is gewoon een bewijs dat je het goed voor elkaar hebt. En dat betekent dus dat als jij wel heel vaak op hun doel schiet, dan is gewoon de kans procentueel wat groter dat je een doelpunt meer maakt dan de tegenstander. Ja, en de vierde periode dendert verder. De perfecte score tot nu toe. De volgende wedstrijd is een uitwedstrijd bij Eindhoven. Op papier ook weer lastig. Maar is er eigenlijk iets wat het team anders moet doen in die wedstrijd? Ja, kijk, elke wedstrijd is weer een nieuwe kans om te laten zien dat je het kunt. En het is ons eraan gelegen om gewoon vanuit datzelfde plan en proberen elke keer weer 5% bovenop te zetten. Dus steeds weer wat beter worden. En dan kan het nog mooi worden, maar daar moeten we vooral voor zorgen. Dat elke keer de dingen die we van tevoren afspreken, dat we die elke keer nakomen, wat er onderweg ook gebeurt. En dat ziet er natuurlijk wel heel goed uit. Top, succes. Dankjewel. Dankjewel, alsjeblieft.